Het is een filmpje van Kostia, gemaakt met een hele simpele microscoop. 40x10, dus dat is 400 vergroting. En je ziet duidelijk hele kluwen met Kostia. Dit is maar een heel klein deel, maar het zit echt helemaal onder. Dit zorgt dus ook voor de voor slijmverdikking. Gaat tussen de kieuwen zitten, waardoor de vissen dus uiteindelijk stikken. Zuurstofgebrek. Ik speel nu wat met de diepte. Zie je dat overal hele kluwen is.